Misschien waren diegenen die die Europese Unie als eenheidsstaat naar voren plaatsen blij dat ze van die rem af waren die de Britten toch waren, enigszins. Dus na afloop hebben we moeten vaststellen dat we eigenlijk een goede bondgenoot kwijtgespeeld zijn en dat we nu achtergebleven zijn met de gekken van de Europese eenheidsstaat. Die wetten die worden geschreven door mensen die geen woord Nederlands verstaan. En die hebben ook hele andere ideeën. Nederland wordt echt gezien als een soort melkkoe. Hè? We worden er iedere dag mee geconfronteerd. Die euro wordt steeds minder waard, je spaargeld wordt minder waard. Nee, ik ben er niet zo fan van. In dat Europees parlement is daar een linkse, pro-Europese, pro-federalistische, pro-eenheidsstaat meerderheid die dagelijks opereert en die blindelings goedkeurt wat de commissie opschotelt aan geopolitieke, globalistische onzin. Dus het is heel dringend dat men met landen als Hongarije en Polen, maar liefst ook met andere en grotere lidstaten, de voet gaat dwarszetten voor de evolutie die zij nu op papier zetten. Je kunt ze terugsturen. Volgende boot nemen ze weer naar richting Spanje, dus het maakt allemaal niks uit. We laten ons weer helemaal in de maling nemen door Marokko. Kaag, die zit thuis de hele dag in die pot met stikstof te roeren. Stap op die bezem, vlieg naar Marokko en ga daar maar gewoon een beetje regelen. Dat zou mijn voorstel. Ik denk dat dat meer succes heeft. Ja, ook hebben we onze onleden de stelling voorgelegd. En we hebben daar een hele duidelijke uitslag van. Namelijk 92% heeft geen vertrouwen. Nou ja, het is een slachting geweest. En ja, dat soort mensen komt hier heel makkelijk binnen, krijgt een Nederlands paspoort, uitkering en dergelijke. En we doen er niks aan. Wat Nederland gewoon zou moeten doen, die Iraanse ambassadeur, vertrek maar. Dan maak je een statement, toch? En alle regeringspartijen, ik noem ze even op, D66, CDA, ChristenUnie, VVD, die houden al jaren, we procederen al meer dan 7 jaar hè, tegen de staat, om toegang te krijgen. Dit is voor de eerste keer een beweging die in beweging komt. En dat is een teken van hoop.